En die krijgen kinderen. En dan zeg je homopathisch. Ik laat me daar niet in. Ik zou zeggen, nu niet in. Jerry, neem deze uitspraak hier vanavond terug de bedden vanaf. Luister, ik heb er op geen enkele manier een van tevoren goed over nagedacht. Je geeft zelf aan overdreven. Zal ik erop reageren of niet? Want jullie gaan nu om de beurt de hele tijd... Dit heet een talkshow, zo gaat het. Ja. Nee, maar ik heb op geen enkele manier iets willen zeggen over ras. En ik vind het verbijsterend... Zeg je wel met Duitse uitspraak. Ik vind het verbijsterend. Denk er nou zo van na. Nee, kijk eens nog eens terug. Cultuur. Hallo, this is Paul from debatelove.com. Political correctness is a religion, of which many Westerners of today are unconscious followers. This is the case in Canada, in the United States, even though Trump won, in the United Kingdom, even though Brexit happened, but especially in Northern European countries, such as Germany, Belgium, Sweden, Denmark, and the Netherlands. The majority of the population in these countries is indoctrinated with political correctness, and the indoctrination starts at a very young age. Political correctness is a religion that consists of certain principles, among which white guilt, moral relativism, cultural relativism, certain virtues, etc. And these principles are unconscious, so members of the religion of political correctness are not always aware that their entire worldview is based on these unconscious principles. In this video, I'm going to show you a few clips that demonstrate how dominated by political correctness the Dutch mainstream media is. It's like the Egyptian national television, but then the religion isn't Islam, but political correctness. So here we have a talk show episode in which the leader of the new right-wing party of the Netherlands is also present as an invited guest. I've already made a translation of one of his speeches. He is critical of Islam, he's against the European Union, and he wants Europe to re-embrace the values from the Enlightenment, a transformation which he refers to as a new European Renaissance, in which this time not the values from the Romans and the Greek are rediscovered, but instead the values from the Enlightenment, and Islam he sees as a threat to these values. Also present in the same talk show are two journalists, who play the role of discussion leaders, the leader of the Christian Union Party, a comedian, the Muslim mayor of Rotterdam, who is seen as the poster boy for integration and diversity, and another journalist. So here we have a table with seven people, of which six are members of the religion of political correctness. So their minds basically run on the same software. And these six people, they might disagree with each other about the housing market, the pensions, the tax rates, subsidies for art museums, etc. But they agree with each other on the very fundamental issues, such as Islamization, migration, European Union, the future of Western civilization, etc. And even the leader of the Christian Party will never admit that there is a problem with Islam. And he's blind to the fact that in the Muslim world, Christians are killed continuously. And then there's the audience, which also consists of members of the religion of political correctness. So there is only one person who is not a member of the religion of political correctness. He's a free thinker. He's actually aware of today's problems. He's rational, he's a Western thinker. He's not a moral relativist, and his mind does not operate on white guilt. And members of the religion of political correctness never engage in a rational discussion with people outside of the religion. And this works as follows. There is basically a moral in-group based on the religion of political correctness. In many social situations in which politically correct people are the majority, being politically correct is a prerequisite to be included in the group. Politically correct individuals view people who are outside of the religion as immoral. So therefore not holding politically correct viewpoints can lead to social rejection. So this is what we have in this situation. There's a moral in-group based on political correctness. All the people, except Mr. Thierry Baudet, are part of this moral in-group. So Thierry Baudet is outside of this moral in-group. So he can be treated in ways that would otherwise be seen as very rude. So this is also what you're going to see. Mr. Baudet will be treated in a very rude way,
But that's okay because he is an outcast. He is immoral because he's not a part of the moral in-group. They also don't engage in an open and rational discussion, but instead they use the following tactics. They try to label him, they try to shut him down, they try to misrepresent his viewpoint, they engage in virtue signaling, and they use the power of social pressure and social humiliation. Let's take a look. Mensen uit de Kamer, die gaan het kabinet in, maar die halen ook mensen van buiten. We gaan zo meteen nog meer goede ideeën van jou horen. Nee, maar één ding nog even over dit. Want ik wil door graag, want anders hebben we niet genoeg tijd voor het gesprek met jou zo meteen. Dat zou echt zonde zijn. Boos. Ja. Hij heeft vanuit Forum voor Democratie de wet bescherming Nederlandse waarden gepresenteerd. Waarbij we zeggen, luister, in alle tolerantie en openheid en zo die we kunnen hebben hier. Vijf dingen, daar marchanderen we niet mee. Die moet iedereen aanvaarden. De Nederlandse wet gaat boven religieuze teksten. Iedereen moet van zijn geloof af kunnen vallen. Is ook zo. Je moet alles kunnen bekritiseren en ridiculiseren zonder dat er met geweld gedreigd wordt. Is ook worden. Zo. Mannen en vrouwen fundamenteel gelijkwaardig. Is ook ongeacht zo. Je seksuele voorkeur en geen dwang bij huwelijkskeuze en geen uitdrukking. Dus alles wat je wilt is vijf er al. Punten. Zo snel kan het gaan, hè? Het is gewoon geregeld. Ja. Dat is dus niet zo. So politically correct people never argue. Instead, they shut down, they bully. The politically correct are very powerful, but they are also very weak. They are very weak because their worldview doesn't survive this test of scrutiny, which is why they don't engage in a fair dialogue. They are powerful because they have the social power. Unlike the Christian theocrats from the Middle Ages, they do not cut off heads, but they do have the power to cut off people's reputation. So that's also what you see here. This is actually a talk show about politics. But with a person who doesn't belong to the moral in-group, they do not talk about politics. They don't actually engage with what he says and engage in an open and rational discussion. Instead, they shut down, they make more noise, and the audience laughs and gives an applause. They try to ruin his reputation by using the power of social humiliation. Nou, in een andere uitspraak, daar hebben we beeld van. Dat fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen dat wij hebben in onze cultuur, die zelfhaat als het ware, die we proberen te ontstijgen door alles in bureaucratische procedures te vangen, door de Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkeren van de wereld, doordat er nooit meer een Nederlander zal bestaan, zodat wie wij zijn niet meer gestalte kan krijgen. Dat heeft allemaal één oorzaak. En die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat. Ik heb de indruk dat je hier praat over raszuiverheid. Over het homeopathisch vermengen, zodat er dan verdunnen. Zodat er niet meer een Nederlander. Heeft niks met ras te maken. Ik ben zelf ook een vermenging van mensen uit allerlei delen van de wereld. Voor een deel Indonesische familie enzovoort. Dus het gaat helemaal niet om ras, het gaat om cultuur. Wat we zien is waarom dat zeg je dan niet cultuur als je dit zegt? Een homeopathische. Oh, ik heb het ook niet over ras. Ik heb het nog over ras. Over nog. Ik heb een homeopathische verdunning van de Nederlandse. Een homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking. Ja, dus is natuurlijk een beetje een. Ik snap wel een beetje een overdreven beeld is. Maar het is wel een. Het geeft wel iets aan. Een intellectuele inquisitie was het. Kijk, het gaat om. Ja, ik zou zeggen. Dit is een compleet belachelijke uitspraak. En als je nou een kerel was, dan had je terug. Dit is compleet belachelijk. So this is how they first misrepresent the viewpoint of the person based on a quote. That's taken out of context. And after that they shut him down by not giving him the opportunity to speak. And the journalist gets a lot of applause from the audience while he's doing this. So what you'll see right now is the journalist engaging in virtue signaling. This is social behavior that, within the religion of political correctness, entails that certain characteristics that are seen as virtues are signaled to other people. Certain character traits are thus seen as good, while other character traits are seen as bad. For example, tolerance and openness towards other cultures are seen as very virtuous traits, and the opposite of these traits must be intolerance and closeness towards other cultures. And these are quote-unquote bad traits. Wat jij hierbij eigenlijk zegt, dat een vriend van mij en een collega die getrouwd is met iemand met een andere huidskleur, zeg maar een ander ras zou je kunnen zeggen. Dat is toch en die krijgen kinderen. En dan zeg je homopathisch. Nee, maar ik laat me daar niet in. Ik laat zeggen, me nu niet in. Jerry, een racistisch. Neem deze uitspraak hier vanavond terug de bedden vanaf. So, hey, look how moral and virtuous I am. I'm standing up for my colleague who's married with somebody with a different skin color. This is virtue signaling. And you can see that the audience responds to it.
They immediately fall in alignment with it. The journalist engaged in virtue signaling to establish his position of moral superiority, and now they're responding to this by laughing as the journalist repeatedly shuts down Mr. Baudet. And the discussion leaders let it happen. They do not interfere. Ik heb er op geen enkele manier een van tevoren goed over nagedacht. Je geeft zelf aan overdreven. Zal ik nog reageren of niet? Want jullie gaan nu om de beurt de hele tijd... Dit heet een talkshow, zo gaat het. Nee, maar ik heb op geen enkele manier iets willen zeggen over ras. En ik vind het verbijsterend... Dat zeg je wel met Duitse uitspraak. Ik vind het verbijsterend. Denk er nou zo van na. Nee, kijk eens nog eens terug. Het gaat om cultuur. Kunnen we nog één keer herhalen misschien? Mag ik één vraag stellen? Is de heer Ahmad Abu Talib, heeft hij bijgedragen aan de homeopathische verdunning van de Nederlandse cultuur? So notice how the group dynamics, which are very much driven by the ideology of political correctness, very naturally takes over. This is political correctness at work in, let's call it, a social situation. They keep shutting him down, and the audience is in alignment with it. They are all in alignment with each other. Die op dit moment bijdraagt aan de versterking van de Nederlandse cultuur. En dat vind ik zeer te prijzen. Maar jij zegt niet, dit is een ongelukkige uitspraak, die had ik niet moeten doen. Nou, ik denk dat het belangrijk is om vooruit te kijken. Wat bedoel je daar nou mee? Is het een ongelukkige uitspraak of niet? Ja, nou, nu ik heb gezien wat dit teweeg brengt, zal ik hem niet meer maken. Dat is duidelijk. Dan heb je er ook spijt van. Geef hem een applaus. Dat ben ik oprecht. Dank je. So when Mr. Baudet then praises the Muslim mayor of Rotterdam, the audience suddenly applauds on the demand of this Muslim mayor. Politically correct people measure non-Westerners with a lower standard than Westerners. And this double standard is ingrained into their worldview. They tend to express a very mothering and encouraging attitude towards non-Westerners because it makes them feel very good about themselves. It makes them feel very moral. Notice how easy the audience applauds when this poster boy for integration makes a joke. Hij treedt hier in ieder geval de wet door een stemverklaring achteraf af te leggen of een geheime verklaring. Maar dat is een grap. Ja. Dus dat is goed om dat een beetje in de gaten te houden. Maar hij heeft ook wel eens... Ja. Hij houdt op met de Nederlandse cultuur weg te relativeren. Hij is er, al zeg ik, de Nederlandse cultuur is mij veel waard, inclusief Carl Michelt. Maar er zijn ook voor mij... Neem me niet kwalijk, grenzen aan integratie. Broodje kroket eet ik niet. Juist. en gun mij dat dan ook. Oh, maar dat is helemaal goed. We gaan naar je verder daar. Een paar weken geleden durfde Sybrand Buma het woord premier... Als je dat echt met volle verstand zegt, ik ga naar IS, want daar hoor ik thuis. Ik vind dit land niks meer. Ik heb gezegd van waarom doe je dat geniepig? Je kunt gewoon gaan en als je Rotterdammer bent en je hebt een Nederlands paspoort, kom dat paspoort bij mij inleveren. Toen zei hij in de Tweede Kamer... So he basically said that Muslims who want to go fight for ISIS have to hand over their passports. And he received an applause from the very same audience who wouldn't have applauded if Mr. Baudet would have said the same thing. These people are indoctrinated. They have no idea they're doing this. They're sheep. They have no idea that they see the world through this double standard. They have no idea. Wat belangrijk is om te benadrukken... dat het ons om gaat om die Nederlandse cultuur te behouden. Maar die wordt op dit moment... Zich ontwikkeld. Natuurlijk. Een cultuur is iets wat zich ontwikkelt. De cultuur van 50 jaar geleden is iets anders dan de cultuur nu. Cultuur ontwikkelt zich, meneer Baudet. Het is niet iets wat bestaat, punt. Natuurlijk. Cultuur blijft zich ontwikkelen door mensen van buitenaf, door andere invloeden. Dat is helemaal cultuur. So Baudet was just trying to explain something about the maintenance of European Dutch culture. And then the comedian suddenly starts to... yell some nonsense about culture, and the discussion leaders don't interrupt, so they again shut them down. Now they're going to ask a few people from the crowd to give their opinion about politics and integration, and notice the type of people that they have selected for this and what these people say. Marieke, jij, net als iedere burger in dit land, overweldigd door al het campagne nieuws. Kan je er nog naar kijken met plezier? Ik ben afgehaakt al heel lang geleden. Waarom? Ik heb het gevoel dat ik naar een zandbak vol met meppende kleuters zit te kijken. Al een jaar of twee, drie. Ik ben zelf moeder van vier kinderen. Ik heb drie jongens.
Dus je weet hoe dat eruit ziet? Nou ja, net zo meneer Baudet net. Het is de jongen die opnieuw in de zandbak komt en met een schep al in zijn hand. En zegt, ja, maar ik graaf de allerdiepste kuil. En de rest staat even te kijken van wie is dit? Hè? Want ik zie jullie allemaal een beetje stilvallen. En vervolgens gaat hij heel mooi scheppen. Dat deed je heel goed. Hè, je kon je verhaal vertellen. Je pakte je podium. Maar ik als beoogd kiezer volgende week. Ik denk echt van ja, ik heb nog bijna niks gehoord vanavond. Van ja, wat ons land, hoe dat verder moet. Ik heb alleen maar gehoord, ja, maar jij zei dit en jij zei dat en die zo. And now notice how she completely denies that there is a problem with integration and Islamization in the Netherlands. Wat is dan jouw grote zorg als kiezer? Waarvan zeg jij, ik zou willen dat politici zich daarover buigen? Nou, mijn grote zorg is gewoon dat er ook problemen worden benoemd waarvan ik me afvraag voor een deel of ze er wel zijn. En doordat we ze zoveel benoemen, hè, dat ze er komen, zeg maar. Leidschrijn is een hele gemengde wijk. Als ik kijk naar mijn kinderen en hun vriendenkring. Ja, er zitten allerlei kinderen elke middag bij mij aan de ranja. Ze zijn dus half integratie is wat jou betreft niet een probleem als jij naar jouw eigen omgeving kijkt? Nee, het is helemaal geen issue. Die kinderen die gaan met elkaar naar school, die zitten met elkaar op voetbal. En 's middags zijn ze met elkaar aan buiten spelen. En het idee dat vriendjes en vriendinnetjes van mijn kinderen straks minder kansen krijgen dan mijn oer-Hollandse kindjes, nou, dat breekt mijn hart. Dat breekt echt mijn hart. En ik wou gewoon dat het eens een keertje, dat het gewoon eens een keertje klaar is gewoon. Weet je? Ja. And now they ask another poster boy for integration for his opinion about politics. Woonachtig in dezelfde wijk, Leidse Rijn. Wat is voor u het probleem eigenlijk in het land? Nou, als ik naar de politiek kijk, dan voel ik me helemaal niet meer vertegenwoordigd. Want? En als ik naar de linkerkant kijk, dan willen ze allemaal mijn handje vasthouden en dan ben ik zo zielig. Als ik naar rechts kijk, dan moet ik opleuren. Zo heel kort door de bocht gezegd. Ja, waarom moet u opleuren eigenlijk? Dat wordt over mensen met een... Althans, met ouders die er niet zo heel lang zijn, zeg maar. Ja. Wordt dat gezegd. En dan wordt gewoon gebezigd van, ja, meneer Baudet zei het net. Hè, zelf benoemd intellectueel, zou ik maar zeggen. Ja. die heeft zegt het over... Niet dat u moet, dat u weg moet? Nee, u zegt niet dat ik weg moet, maar als... Wat ik altijd heb geleerd in de Nederlandse samenleving, wat ik zo mooi vind, is dat wanneer er iets bij komt, dat we juist het mooie moeten houden. Wat? En niet vast moeten houden aan onze eigen identiteit en onze eigen cultuur. Omdat het ook een verrijking kan zijn wat erbij komt. Ik ben zelf getrouwd met een Turkse. Mijn ouders komen uit Marokko. En wij hebben 3 prachtige kinderen. Het zijn supermooie kinderen. En denk ik van ja, ik hoor dat het klopt zelfs. Ja, dat klopt ook. Maar onderschrijft u die waarden die ik net noemde? Van gelijkheid van mannen en vrouwen? Maar ik denk dat niemand die waarden niet onderschrijft. Dus ja, u omschrijft ze. Nou, hartelijk welkom. Maar dit is net zoiets als zeggen... We moeten criminaliteit keihard aanpakken. Ik denk dat er niemand in Nederland is die zegt... Nou ja, die criminelen laten ze maar gaan. Nou, daar gaat u dus mis in, want 55% docent in de grote steden geeft aan dat de integratie totaal mislukt is. De holocaust kan op sommige scholen niet meer onder worden gewezen. Ja. Jonge meisjes moeten hun hoofddoek op. Mijn probleem, ik woon in een hele, misschien wel de gelukkigste wijk van Nederland, althans. So, as the Western free thinker that he is, Mr. Baudet was providing hard established facts about why integration in the Netherlands is not a success. But he was shut down and they changed the topic. And they went to ask a third man from the audience, who then starts talking about a completely different topic, about the income gap. So later, Mr. Baudet actually started talking about the politically correct tactic of misrepresenting the opponent's viewpoint in itself. He started to talk about this, and the directors of the talk show suddenly decided to make a little joke. Heel belangrijk dat, zoals ik me net eerder, dat er dus een uitspraak dan uit de context en een heel ander verband wordt getrokken, zoals ik het absoluut niet bedoel, dat ik wel de kans inderdaad heb om dat uit te leggen. Hè? Dat we dus absoluut niet bezig zijn om mensen uit Nederland uit te gooien. Dus dat is wel heel belangrijk, dat je natuurlijk toch wel dingen kan corrigeren. Als Ligt je hier nou op je lavendelzakje, als ik vraag mag? Notice that the way that they treat them is actually extremely rude. But nobody seems to care. Politically correct individuals view people who are outside of the religion as immoral. And therefore not holding politically correct viewpoints can lead to social rejection. So yeah, they're basically bullying him. These people are religious monkeys people. Homo religiosos. Their moral in-group is based on their religion. Thierry, ik heb wel eens gelezen van jou dat je hebt gezegd, bescheidenheid is een walgelijke eigenschap.
Ja, ik geloof dat het echte citaat was: valse bescheidenheid is een walgelijk eigenschap. Maar dat is dan, valt dan weg. Want dat merk je ook steeds vaker, dat journalisten natuurlijk nodig hebben om een kop te maken die dan net even schuurt. And immediately after it, the discussion leader basically uses the same politically correct slander tactic that Baudet was just protesting against. She again misrepresented his viewpoint. Misrepresenting opponent's viewpoint. This is probably where the entitlement of the politically correct individuals reaches its peak. This is a very dirty tactic which is used very frequently in journalism and public debates. Yeah, Sam Harris wants to nuke the Middle East. Frauke Petri wants to shoot refugees at the German border. And this guy is a racial theorist. So these type of talk shows are also there to provide a safe space for the indoctrinated Dutch population. Never is the worldview of the audience really challenged. The worldview that already exists, which is the politically correct worldview, is not challenged, but instead it is strengthened. The people who are in the audience can really feel as if their worldview is correct and that they are very moral and very virtuous for going along with the rest of the group. They feel as if they're really doing the right thing. And the creators of these type of talk shows will not suddenly decide to invite an actual knowledgeable person if they don't have to. And if they do, such as is the case now, because all the leaders of the Dutch political parties, I think, were invited one by one for the election, then they make sure that this one person is surrounded by 5 or 6 members of the religion of political correctness. And this isn't only the case in the Netherlands. Again, it's not just for the Netherlands. It's also the same in Germany, it's the same in Sweden, it's the same in the United Kingdom. And the tactics that are used by the politically correct individuals are also exactly the same. So this was political correctness at work in a social dynamic kind of way. Political correctness is a religion. So if you put politically correct people together, these type of social dynamics is what you will get. If you put a group of Muslims together, you will see that the social dynamic that will take place is consistent with Islam. For example, they are not going to have a conversation about how bad the Arab slave trade was, and how bad it was how the jihad created so many victims, and how bad women are treated in Muslim countries, and what they can do to prevent another Islamic dictator from getting into power. Because Muslims are not self-critical. They will always defend their group. So if you would then put in this group of Muslims one non-Muslim who is critical towards Islam, these Muslims are not going to have an open discussion with this person about the downsides of their religion, but instead they will defend their religion. They claim victimhood and they implement Islamic deception, taqiyya or kitman. So then again you would see that the group dynamics that take over are in alignment with the principles that the minds of these people run on. And this is the same with a politically correct group of people, but then according to different principles. So thanks for watching this video. Don't forget to subscribe and take care.